welkom in de show. Hi. Ja, Koen, het is voordat we beginnen, het is een heel groot onderwerp wat we nu aanraken. Dus we moeten daar even iets in aanraken wat we kunnen behappen in een uurtje ongeveer. Dus ik heb gekozen voor de actualiteit, wat we even gaan doen, de technologie die erachter zit en de relatie met buitenaards leven. En ik wil je even introduceren voor de mensen die jou niet kennen. Ja, je zou denken van hoe is het mogelijk, maar die zijn er nog steeds. Jij hebt lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd aan de TU Delft. Daar heb je ook lesgegeven. En je was ook lange tijd hoofd aan het Studium Generale in Delft. En jouw boek UFO's bestaan gewoon uit 2013 is alweer 10 jaar oud. En ik denk van nou, dat was toch best een bom die insloeg. Maar nog steeds is het fenomeen UFO's controversieel. Ja, zeker. Ja, ik het 10 jaar oud zeg je al. Ik heb net te horen gekregen dat er meer dan 10.000 boeken zijn verkocht in die tijd. En het loopt nog steeds. Dat is heel bijzonder. Er zijn maar weinig boeken in het Nederlandse taalgebied die boven de 10.000 boeken komen. Dus daar ben ik erg trots op. En in alle eerlijkheid, ik zou er ook niks aan veranderen. Ik zou er misschien een paar dingen uit de actualiteit aan toevoegen, maar het boek staat nog steeds als een paal boven water. En inderdaad, in Delft is dat ingeslagen als een bom, zal ik niet zeggen. Ik denk dat weinigen het gelezen hebben. Heel jammer trouwens, want ik denk dat het een buitengewoon belangrijk onderwerp is en gaat worden, nog steeds meer. Dus UFO's, goed dat jullie het erover hebben, Niels. Ja, nou, ik vraag me wel af, wat is nou de reden dat het nog steeds zo controversieel is? Want het is toch al lang niet meer zo oud, zou je zeggen? Ja, nou, het is een onderwerp wat in de actualiteit plaatsvindt. En dat is niet alleen in alle jaren na de Tweede Wereldoorlog. Hè, dus de periode waarin ik me daar het meest in verdiept heb. Maar het onderwerp telt al duizenden jaren op ons planeet. En dat weten we ook uit het archief wat we kunnen vinden in onze architectonische wonderen, hè, vanuit het verleden. Maar laten we ons concentreren sinds de Tweede Wereldoorlog. Buitenaards is letterlijk het allerbelangrijkste onderwerp van onze planeet. Maar dat is bij ons weggehouden. Op een hele effectieve manier, namelijk door het uit de media te houden, uit het opleiding te houden. En iedereen die daarover spreekt, en ja, je zegt terecht, ik ben inhoudelijk deskundige. Ik heb daar ernstig in verdiept, dus praat je echt over duizenden uren studie. Maar zelfs dat is niet voldoende om mensen uit die mind control te halen, waarin ze letterlijk geprogrammeerd zijn om te denken dat alles wat met UFO's te maken heeft, hè, UFO's, ongeïdentificeerd vliegend object. Maar goed, we praten dan heel snel al over het buitenaardse aspect daarvan. Dat alles wat daarmee te maken heeft is onzin, hoort thuis in Hollywood. En iedereen die hierover praat, die snapt het niet of het is een gestoorde. En dat is buitengewoon slecht en buitengewoon jammer. Maar ja, nogmaals, is terecht dat je het onderwerp aansnijdt. Er zijn dingen aan het gebeuren op dit moment in de wereld waarvan ik denk dat die ons misschien wel eens aan het voor kunnen bereiden zijn voor een heel groot plaatje. En dat is belangrijk. Ik heb wel kritiek op de manier waarop het gebeurt, maar daar zul je het vast nog over hebben. Ja, nou, het is natuurlijk veel in de actualiteit geweest de laatste weken. UFO's worden tegenwoordig ook UAP's genoemd. Hè? Dat is weer een andere definitie. Ja. Maar goed, laten we maar even voor het gemak UFO's noemen vandaag. Ik heb even een berichtje van onze collega's van nu.nl opgepikt, want die zeggen namelijk het volgende. De Verenigde Staten hebben in iets meer dan een week tijd zeker 4 vliegende objecten in het eigen luchtruim neergeschoten. In tegenstelling tot de vermeende Chinese spionageballon was van deze objecten niet bekend waar ze vandaan kwamen en wat ze precies waren. Ja, dat is... Wat denk je nou, Koen, als je dit hoort, dit bericht? Ja. Nou, we zitten letterlijk in een theater. Theater van de lach. He, want ik bedoel, als je hier naar kijkt, ja, je kunt dit verhaal niet serieus nemen. De Amerikanen hebben buitengewoon veel apparatuur, de meest geavanceerde apparatuur, om hun eigen luchtruim in de gaten te houden. Dan praat je vanuit de satellieten, radarsystemen, er vliegen overal militaire vliegtuigen rond. Alleen al het feit dat ze zeggen, ja, er vliegen hier dingen rond waarvan wij niet weten waar ze vandaan komen en wat het precies is, is totaal kansloos. Ja, dat is een leugen, de grootste denkbare leugen. Maar mensen trappen erin, ook mensen op universiteiten. Die denken, ach, nou, als de Amerikanen het zeggen, zal het wel waar zijn. Het is theater. Nou, hoezo trappen mensen daar zo makkelijk in dan? Zelfs mensen op academisch niveau, zeg maar.
Omdat ze geprogrammeerd zijn. Dan praat je over mind control. Ze zijn gewoon letterlijk geprogrammeerd om dat te denken. Mensen op universiteiten denken dat ze aan het voorfront staan van technologie. Hè? Want ja, wij bedenken dat hier. Dus als er iets is, dan weten wij ervan. Nou, dat is niet zo. Er worden enorme hoeveelheden technologie in het geheim gecreëerd. En de Amerikanen staan daarin bovenaan, zoals je weet. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd gerelateerd aan oorlog voeren en wapensystemen. Maar die maken spullen waarvan wij op universiteiten niet eens kunnen dromen. Dus zo zit de wereld in elkaar. Maar de meeste mensen op universiteiten weten dat niet of ontkennen dat gewoon. Ja, maar dat zou betekenen, je bent een van de weinigen die ze daarover uitspreekt, dat jij hebt dat dan wel onderzocht en zij weten dat gewoon weg niet omdat ze die informatie niet hebben. Nou ja, als je het heel positief wil uitdrukken, ze hebben het te druk om studenten op te leiden en alle andere werkzaamheden die bij een universitair bestaan horen. Dus ze hebben feitelijk geen tijd voor. Maar ze weten ook, stel je voor dat ze het wel denken of ze voelen iets of ze denken nou misschien. Op het moment dat ze zich erover uitspreken, dan denken ze nou dan ga ik net als Vermeer, ga ik met kop en kont ga ik de deur uit. Dat is de realiteit. Ik denk niet dat de universitaire wereld zo zou moeten zijn. Ik denk ook dat het de samenleving niet dient, maar het is wel de praktijk tot op dit moment. Ja, je hebt ook je komt binnenkort met een nieuw boek ook, hè, over de stand van zaken in de universitaire wereld. Daar kunnen we later nog even aanstippen, hoor. Maar Oké. Okay. Ik wil even naar het stukje veiligheidsrisico's, want het is ook een turbulente tijd waar we in zitten, met een oorlog en met allerlei spanningen. Ja. En nu is het ook zo dat voor piloten kan het ook maar zo zijn dat ze zomaar een UFO tegenkomen. En dan zou je denken, dat kan ook voor gevaarlijke situaties leveren. Zeker. Is dat dan terecht? Want NASA die komt met een berichtje. Die zegt, de Amerikaanse overheid en NASA zien UFO's als een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid en van de luchtvaart. Vaststellen welke gebeurtenissen voortkomen uit de natuur vormt een belangrijke eerste stap om deze fenomenen te identificeren of om ermee om te kunnen gaan. Dus dat is ergens is het wel toch een terecht punt wat NASA aanhaalt. Nou, NASA is eigenlijk het National Agency for Space, maar NASA staat voor Never a Straight Answer. Hè? Dus ze vertellen nooit wat er werkelijk aan de hand is. En dat is in dit geval ook zo. Als je praat over nationale veiligheid, praat je over militair. Nou, dat klopt wel, want NASA is ten diepste een militaire organisatie. Op het moment dat zij zeggen van we weten niet wat het is, dan liegen ze dat ze barsten. En ze weten exact wat het is, maar ze zijn bezig met een, ja, je zou het kunnen noemen, een psychologische operatie die gericht is op het Amerikaanse en het wereldpubliek. Ze zijn iets van plan. We moeten altijd nadenken van wat dat dan precies kan zijn. Daar kunnen we over nadenken. Als het gaat over veiligheid van piloten, dan klopt het wel. Je hebt natuurlijk twee soorten piloten, militaire en civiele piloten. Civiele piloten krijgen over het algemeen niet in hun opleiding wat ze moeten doen als ze een UFO zien. Die krijgen ook te horen van ja, dat is onzin, die bestaan niet. Dus nou ja, als je er dan één tegenkomt, is dat al heel raar. Hè? Als iets niet bestaat en je ziet het, dan denk je ook, er klopt iets niet. Maar piloten zijn ook mensen, dus ze zullen zich ook wel eens een keer verdiept hebben in wat er allemaal plaatsvindt. Maar ook piloten mogen daar niet over praten. Op het moment dat je als piloot landt en zegt, god, ik heb een UFO gezien, dan gaan ze twijfelen aan je capaciteiten. Ze gaan een paar tests doen. En als ze echt een hekel aan je hebben, dan zeggen ze, nou, we denken dat je psychologisch niet meer in staat bent om een groot verkeersvliegtuig te besturen. Het is wel zo dat sinds kort, praat je over sinds 17, 18, 19, dat militaire piloten richtlijnen hebben gekregen wat te doen bij het zien van een UFO. Dus die erkennen in ieder geval dat ze dingen niet weten. Overigens geldt dat dan voor de piloten op de werkvloer en niet voor hun baas over het algemeen. Die aan de top zitten, die weten exact wat ze kunnen aantreffen. Maar er zijn goed gedocumenteerde verhalen waarbij civiele piloten letterlijk een enorm object op hun pad hebben gekregen. En nou ja, je weet dat de snelheden met vliegtuigen zijn nogal groot. Hè? Dus ook al kan het op afstand zijn, dan ben je er heel snel. En je kunt ermee in botsing komen. Dus die piloten, die gaan iets doen. Hè? Die schrikken en die gaan iets doen en maken een beweging enzovoort. En dat kan echt wel gevaar opleveren voor de veiligheid van de vlucht. Er zijn een aantal gevallen bekend, ook bijvoorbeeld bij Heathrow. Dat is nog niet zo gek lang geleden dat piloten hebben moeten uitwijken voor een object terwijl ze bezig waren met een daling. Ja, dat is echt gevaarlijk, zou je kunnen zeggen. Er zijn, voor zover ik weet, nog niet geen zware ongelukken mee gebeurd. Maar in ieder geval, even terug naar NASA. Op het moment dat zij hier iets over zeggen, dan liegen ze dat ze barst. Want NASA weet exact
wat er zich in de ruimte bevindt en ook in ons luchtruim. Ja, ik volg het fenomeen ook al een tijdje, Koen. En ik moest ook wel lachen toen ik van een paar weken geleden zag ik een bericht van de NOS dat NASA nu weer sinds volgens mij een paar maanden een onderzoek is gestart naar het fenomeen UFO's. Wat het nou precies is. Ik denk van, het is 2023, dit is al 100 jaar, weet je wel. Dit is toch bizar dat ze dan weer gaan onderzoeken. En dat mensen dan ook weer gaan wachten, nou, wat zal er uitkomen? Het is onvoorstelbaar. Als je er eenmaal in bent gedoken, Niels, dan hoef je nog niet eens zo ver te gaan als ik gedaan heb. Ik heb natuurlijk geprobeerd om het op een universiteit een bespreekbaar onderwerp te maken. Overigens, want je noemde het straks ook al eventjes technologie. De reden waarom ik dat gedaan heb, was niet zozeer om, om een soort jongensboekachtig iets naar voren te brengen. Maar vooral gerelateerd aan getrainde waarnemers. Dan moet je denken aan de piloten die we net noemden. Maar ook luchtverkeersleiders die zaken op hun radar zien. Hè, en daar ook over gesproken hebben. Zelfs astronauten die naar buiten zijn gekomen. En ik heb er met eentje gesproken bij mijn boekpresentatie. Dat was Edgar Mitchell, die officieel de zesde man op de maan is. En die openlijk zei in zijn tijd, hij is een korte tijd geleden overleden, UFO's bestaan, UFO's zijn buitenaards, onze regeringen weten, maar die vertellen dat niet. Nou, dat is nogal wat als een hele bekende astronaut die op de maan is geweest, dat zegt. Nou, dat was ook een van de redenen waarom ik er echt in ben gedoken. Maar waar hij over praat in zijn leven is, en hij is niet de enige, er zijn er talloze, er is technologie beschikbaar, even los van het feit dat er buitenaards hier kunnen komen, hè, wat natuurlijk al heel bijzonder is, maar er is technologie beschikbaar die dat mogelijk maakt. Er is technologie beschikbaar waardoor je met anti-zwaartekracht kunt werken. Dus met andere woorden, er zijn transportsystemen mogelijk, technisch, natuurkundig, die al onze technologieproblemen, transportproblemen, energiecreatieproblemen oplossen. Du moment dat we dat gaan doen, zijn onze aardse problemen met energie en transport op. Die zijn voorbij. Nou, kijk alleen al naar de afgelopen periode. Je noemde al de oorlog in Oekraïne. Waar in één keer de brandstofprijzen omhoog gaan. Het gas mag niet meer geleverd worden uit Rusland af. En noem maar op. En in één keer kunnen mensen, zeg maar, die een bakkerij hebben, die kunnen hun ovens niet meer aanzetten omdat ze het niet kunnen betalen. Dus je ziet dat er ongelooflijke problemen in stand worden gehouden die meteen kunnen worden opgelost met die technologie. Nou, kun je alsnog praten, heb ik altijd gedaan, over is het aardse technologie of buitenaardse technologie. Maar wij zien ze dus letterlijk in ons luchtruim. Wij zien die objecten, we zien dat er geen pluim achterhangt van een vliegtuigmotor. Dus of het nou geheime militaire technologie van de Amerikanen is, dat vind ik ook prima. Maar deel dat met de mensheid, want we hebben dat ontzettend nodig. Nou, dat is de reden geweest waarom ik erover ben gaan spreken op een universiteit. En waarom ik er toch al heel lang over praat en over schrijf. Ja, ik heb hier ook een boekje liggen van iemand die jij misschien ook wel kent. Dat is Bart Uitenhagen. Ja. UFO's officieel erkend. En daarin stelt hij dat die technologie die ze dus achter de schermen zouden hebben, dat die al sowieso 70 jaar voor ligt op wat we kennen. Ja. Ja. Wat weet jij daarvan, Koen? Nou, ik denk nog veel langer. Maar nogmaals, hij bekijkt het ook het fenomeen UFO's. Hij noemt het UAP. Ik vind dat een slechte term, want dat is een geïdentified aerial phenomenon. Dan praat je over fenomenen. Nou, dat vind ik een smokescreen om het. We praten over objecten. Maar hij volgt het ook een klein beetje vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die technologie bestaat al heel lang. Maar ook als je kijkt naar de vrije energietechnologie, dan praat je over energie uit het weefsel van de ruimtetijd. Daar was Nikola Tesla, de grootste ingenieur-wetenschapper die de planeet volgens mij ooit gezien heeft in onze bekende geschiedenis, die was er 100 jaar geleden ook al mee bezig. Nou, dat is niet goed afgelopen met hem, omdat hij financiers had die zeiden van, wat je allemaal aan het ontwikkelen bent, dat raakt ons verdienmodel. Dan moet je denken aan het olie, gas, kernenergie, noem maar op. Dat willen wij niet, dus we gaan jouw technische oplossingen daarvoor gaan we niet uitrollen. Nou, dat is in een notendop de tragiek van deze planeet, waarin de mensheid letterlijk wordt gegijzeld in slechte technologie, slecht leiderschap, zodat we het idee hebben dat we in een universum leven wat aan elkaar hangt van schaarste. Nou, het tegenovergestelde is waar. Het universum is vol met overvloed. En daar moeten we mee aan de slag. Maar dat maakt ons soevereine wezens die voor onszelf kunnen beslissen wat we wel en niet willen doen. En dat is niet in het belang van een aantal, een hele kleine groep belanghebbenden op deze planeet.
Dan kom je natuurlijk in het complotgedeelte. En nou ja, dat is ook even een spoiler alert voor mensen. Maar complotten bestaan gewoon. Hè? Dus daar kunnen we moeilijk over doen. Maar je kunt ze beter onderzoeken. Dat is een feit. En daar moeten we van los zien te komen. Dus, en Bart Uiterhagen praat ook met name ook een heel stuk over dat complotaspect van dit dossier. Ja, nee, dat klopt. Maar het was eventjes een sidestep. Ik heb een fragmentje klaarstaan van een van Jeremy Corbell met Russell Brand uit zijn podcast. En Russell Brand mensen die Jeremy Corbell misschien niet kennen. Hij heeft in 2018 een documentaire gemaakt over Bob Lazar. Die was ook op te zien op Netflix trouwens. Bob Lazar, ja. Area 51 en Flying Saucers. En we gaan even kijken naar dit fragment. Shoot down to the United States pops a balloon with a missile. By the way, they didn't even hit its center. It was down to the right. Whatever. When you see that on national TV, what are you really seeing? Those balloons have been around forever. If we really cared about secrecy within the United States, so no exploitation from China doing this kind of reconnaissance, we would worry about our cell phones much more than we're worrying about a floating balloon that we shoot with a missile on national television. And then we get all these other shoot downs. Oh, can't find the debris. I'll just tell you, these are not UFOs. These are balloons, and this is all theater. Everything you're seeing from the mass media is absolute theater. Other than when I do an interview with knowledge on like CNN or something, because I fight for that. I make sure the truth is being brought out. So Bob Lazar gave us the basics. And then from there now, you're seeing this kind of sleight of hand thing going on the surface level. But underneath the surface, there are people very interested to hear from people like Bob Lazar who know the names of the programs, who had hands-on experience, and who actually worked on these things unsuccessfully because we don't have the material science, but that is also happening in tandem right now, is good people, patriotic people, are trying to find out what's up with UFOs. Ja, deze man die was dus de gast bij Russell Brand. En ook ik ga eventjes terug naar deze. En hij zegt dus eigenlijk, het is wat jij ook zegt, het is eigenlijk een theatershow waar we naar zitten te kijken met die UFO's. Maar nu ja. Vraag ik me ook af, dus er zitten natuurlijk altijd mensen die wel in die inlichtingendiensten, in die achter de schermen waar gewerkt wordt aan om wel de waarheid naar buiten te brengen. Er zijn wel een hele groep mensen die daar wel mee bezig zijn. Ja. Heb je daar enigszins in verdiept hoe dat werkt en hoe dat naar buiten kan komen in de toekomst of in de nabije toekomst? Ja, nou dan moeten we misschien eerst naar de toekomst toe. Er zijn twee belangrijke krachten aan het werk in deze wereld. Dat is goed en kwaad, zou je kunnen zeggen. En moeilijker gaat het niet worden. Dus je hebt degene die het naar buiten willen brengen op een positieve manier, zodat het de mensheid kan dienen. En je hebt de groep die dat niet wil, omdat ze het met name voor hun eigen voordeel, je denkt aan militair, maar ook energie, allerlei patenten enzovoort, die willen het voor zichzelf gebruiken. Nou, dat is de grote strijd die gaande is. Alle instituties in onze wereld zijn feitelijk bedoeld, aan de ene kant positief om dingen voor de mensheid te organiseren en mogelijk te maken. Aan de andere kant ook, en dat is diezelfde goed en kwaad discussie, om ons onder de duim te houden. Om ons te sturen. Om ons van tijd tot tijd gewoon een oorlog in te sturen. Of dat verhaal over tekorten en beperkingen op te leggen. Nou, waar we naar zitten te kijken in de Verenigde Staten, wat nog steeds toch het machtigste land ter wereld is, hoewel dat tanende is, kijk naar China en Rusland op dit moment. Ook voor de Verenigde Staten geldt dat ze in ieder geval in de afgelopen 60, 70 jaar letterlijk de mondiale agenda's hebben bepaald. Vanaf het allereerste begin zijn er nog steeds die krachten werkzaam. Dat is al vanaf het moment, president Eisenhower, generaal uit de Tweede Wereldoorlog, die werd president. Die heeft buitenaards ontmoet, letterlijk ontmoet. Daar is uitruil geweest van technologie. En ik denk dat hij positief was dat hij die technologie naar buiten wilde brengen voor de mensheid. Om te dienen. En niet om te onderdrukken. Nou, er zijn andere facties geweest. Je weet waarschijnlijk ook dat de Amerikaanse president is niet de machtigste man in Amerika. Hè. Dat zijn degenen die achter het gordijn staan die dat bepalen. En als een president te ver in de richting van dienstbaarheid gaat, net zoals president Kennedy, ja, dan wordt er iets uit de kast getoverd. Dan eindigt dat meestal niet goed.
Dus als je hier letterlijk, hè, dat praat je ook, deze man is ook betrokken bij To The Stars Academy, die zijn eind 2017 in de New York Times en in CNN-programma's naar voren gekomen om te vertellen dat Amerikaanse piloten bij vliegdekschepen die tic-tacs hebben gezien, die in het water gingen, uit het water gingen, bewegingen maakten die onmogelijk zijn volgens onze natuurkunde. Op het moment dat deze mainstream media daarmee naar buiten komen, dan is er iets aan de hand. Dan gaat er iets gebeuren. Je weet niet waar je naar zit te kijken, want het kan ook letterlijk theater zijn. Het kan zijn dat ze de mensheid vanuit de positieve kant willen voorbereiden. Hè? Want van eerst, we hebben jullie 60 jaar voorgelopen. Ja, hoe komen we daarmee weg in de toekomst als we het echte verhaal gaan vertellen? Nou, dat moet dan een beetje gekaderd worden. Er wordt ook wel eens gezegd, zijn de mensen wel toe? Hè? Kunnen ze het aan om contact te krijgen met buitenaardsen? Raken ze in paniek? Hè? Gaan ze de straat op en plegen ze massaal zelfmoord? Nou, dat zijn allemaal dat soort zaken die mogelijkerwijs zowel aan de positieve als aan de negatieve kant overwogen worden om te kijken van ja, hoe gaan we dit verhaal vertellen? We weten nogmaals niet naar waar we zitten te kijken. Een heel negatief aspect wat meespeelt is wat Wernher von Braun heeft verteld. Je noemde net al NASA. NASA is in principe een van de belangrijkste spelers voor het ruimtevaartgebied. Vanaf het allereerste begin. Wernher von Braun is een SS-natie die als oorlogsbuit mee is genomen om het Amerikaanse raketprogramma op te stellen. Hij is in contact geweest met presidenten. Maar Wernher von Braun heeft op zijn sterfbed gezegd van pas op, we krijgen een aantal zaken die uitgerold gaan worden over de wereld. Waaronder het communisme eerst, dan het internationaal terrorisme. Maar ze willen eindigen met een buitenaardse nep-invasie. Met behulp van zowel aardse UFO's als holografische technologieën. Om heel groot in de hemel enorme ruimteschepen te projecteren. Om de mensheid letterlijk te dwingen om onder één wereldregering te gaan. Ja, klinkt echt als science fiction. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar dat is technologie die is beschikbaar. We hebben UFO's, je noemde net Bob Lazar. Bob Lazar heeft gewerkt aan het re-engineeren van buitenaardse technologie. Dus je vindt een neergestorte UFO. Nou, de Amerikanen vinden dat maar machtig interessant. Dus die pakken dat op en die stoppen dat heel diep onder de grond. En die gaan er met z'n allen naar zitten kijken van wat kunnen wij daarmee? Daar is een hoop uitgekomen aan technologie die niet gedeeld is met de mensheid, maar gebruikt is om zelf dit soort UFO's te bouwen. Bob Lazar is daarover naar buiten gekomen. Die man is vreselijk aangevallen. Maar ook op het moment dat hij op Netflix mag, nou, mainstreamer dan Netflix kan haast niet, is daar ook een duistere bedoeling achter. Hè? Daar moeten we naar gissen, maar daar moeten we wel op bedacht zijn. Nou, op het moment nogmaals dat het in het CNN en New York Times komt, dan is er ook een agenda die uitgerold wordt. Maar de technologie is beschikbaar om letterlijk, de Amerikaanse president Reagan heeft het gezegd in een toespraak voor de Verenigde Naties. Wat zou het toch mooi zijn als de wereld zich zou verenigen, hè, om te strijden tegen een buitenaardse invasiemacht. Nou, hè, om hem eraan te staan, de jaren 80. Dat is iets, dat is een hele diepe agenda die ze heel graag willen. Want ze willen een wereldregering, een wereldleger en de mensheid letterlijk onder één noemer brengen. En onderdrukken feitelijk. Hè. Dus, maar Koen, vind je het ook niet verdacht dat bijvoorbeeld zo'n Bob Lazar zo'n verhaal zomaar op Netflix mag gooien? Ja, Want ik heb zo'n idee, en ik heb het ook Corey Good al eens een keer horen zeggen, misschien dat je Corey Good wel kent. Ja. Je hebt ook met de film met David Hilcock optredens gedaan en zo. En hij zei van, ze gaan er weer een twist aan geven van, ja, er zijn hier wel buitenaardse geweest, maar ze zijn alweer weg. En weet je, zo'n cover-up verhaal. Ja. Ja, nogmaals, dit is een ongelooflijk moeilijk dossier. Het is niet voor niks dat misschien veel mensen zich er ook niet aan branden. Aan de andere kant, we kunnen niet anders, want het vindt plaats voor onze ogen. Dus we moeten hier naar kijken. Nogmaals, goed en kwaad, er zitten altijd twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant wordt echte informatie gedeeld, maar daar worden een aantal dingen tussendoor gegooid die leugenachtig zijn. Hè. Zo bijvoorbeeld ook dat buitenaardsen allemaal gevaarlijk zouden zijn. Dat is niet zo. Ja. Je hebt gevaarlijke buitenaardsen. Hè, die komen hier echt niet met goede bedoelingen. Maar er zijn ook positieve buitenaardsen die dat wel willen. Die ons beschouwen als een van de vele beschavingen in de kosmos waar je contact mee kunt hebben. En dat kan heel positief zijn. Maar zo boven, zo beneden, zoals wij oorlog voeren, is er ook een oorlog in de hemelen. Waar overigens al
alle oude documenten, of het nou de Oosterse of de Westerse documenten zijn, al die oude schriften praten over oorlogen in de hemelen. Letterlijk, zo oud is dit al. Daar moeten we op bedacht zijn. Ik ben een positief mens, ik ga uit van het positieve. Mijn idee is dat ook een Bob Lazar, in eerste instantie ook een mens van vlees en bloed is, die hier mee in aanraking is gekomen en ten diepste wil dat dit op een positieve manier voor de mensheid wordt uitgerold. Er zijn andere belanghebbenden die dachten van, nou ja, goed, hij heeft het al verteld. Het is al, de cat is out of the bag. Dus hoe gaan we deze man gebruiken voor onze eigen agenda? En zo heb je continu spionage, contraspionage, inlichtingendiensten, toestanden. Bedrijfsleven bemoeit zich ermee, regeringen. Enfin, we praten hier over het allerbelangrijkste dossier voor de hele planeet en voor de mensheid. En daar zitten we middenin. Ik ga zo meteen verder over het verhaal over buitenaardse. Maar ik wil eerst even naar de technologie die hierachter zit. Ja. Ja. Ik ben even naar jouw website gegaan, koenvermeeren.nl. Daar lees ik het volgende. Ik wil het niet moeilijker maken dan het is, maar er wordt gezegd dat er ook aardse UFO's rondvliegen. Door de mens gebouwde voertuigen dus. Hoe dat kan, is dan een raadsel, want de benodigde technologie wordt niet gedoseerd aan studenten van openbare universiteiten. Gezegd wordt dat reeds tientallen jaren geleden bepaalde technologie is gedeeld met een beperkt gedeelte van de mensheid, die daar vervolgens alleen voor een militair doeleinden wordt gebruikt van gemaakt. De bekende luchtvaartingenieur Ben Rich, die jaren geleden de militaire organisatie Skunk Works van Lockheed leidde, sprak daar de volgende woorden over. Die zegt, we hebben al de mogelijkheid gerealiseerd om tussen de sterren te reizen. Maar de technologie is opgeborgen in zwarte projecten. En er is een ingrijpen van God voor nodig om deze technologie naar buiten te brengen en dienstbaar te maken voor de mensheid. Is het überhaupt te zien voor een leek, Koen, wanneer een UFO van de aarde is of niet? Nee, ik denk dat het voor de leek is het al heel moeilijk. Voor de professional is het heel moeilijk. Het enige wat we kunnen constateren is dat die objecten worden gezien. Ze zitten in ons luchtruim. Ze maken gebruik van een technologie die we inderdaad niet doseren in Delft. En dan weet je dat je te maken hebt in ieder geval met dit soort technologie. Maar wie erin zitten en wat voor bedoelingen ze hebben, ja, daar moet je op dit moment nog steeds helaas naar gissen. Oké, okay. Nou, ik heb ook wel eens gelezen het boek van Bart Uithagen. Dat hebben ze het over anti-zwaartekrachttechnologie. Ja. Ben je daar bekend mee? Nou, bekend mee, ik heb het natuurlijk nooit in mijn opleiding gehad, maar ja, dit bestaat. Allerlei ingenieurs praten erover. En die Ben Rich die je noemde, ja, voor mij was dat een eye-opener. Ik weet nog dat de Lockheed Skunk Works is dus de militaire ontwikkelingstak van Lockheed geweest. Dan praat je echt over jaren 50, 60 met name. Ze zullen nog wel bestaan, maar in ieder geval in die tijd is ongelooflijk veel ontwikkeld aan buitengewoon geavanceerde technologie. Waar wij als lucht- en ruimtevaarders altijd van zeiden van nou, dat is wel heel spannend en heel mooi. Vliegtuigen die echt knoeihard kunnen vliegen, Mach 5, Mach 6. Stealth-bommenwerpers, die je dus op de radar niet kunt zien. Nou, wij vonden het allemaal heel spannend. Maar die man is dus bij ons gevierd in Delft. Maar op het moment dat hij na zijn pensioen, want dat is dat dan vaker, dan zijn ze wat minder kwetsbaar. Als hij dan begint te praten over, ja, wij kunnen al tussen de sterren reizen. En het is niet dat hij dat zomaar één keer zei toen hij dronken was of zo. Nee, die man zei dat overal. Dan vind ik dat nog spannender, want dan wil ik dat graag weten. Hè? Wat bedoelt hij dan? Waar heeft hij het over? Het is niet de bedoeling op een universiteit dat je nieuwsgierig bent. Hè? Dus die tijd is al lang geleden voorbij. Maar ja, nogmaals, dan ga ik het uitzoeken. Dan is hij niet de enige. Ik heb met militairen gesproken. In België, luchtmacht, militair, generaal Wilfried Brouwer, die verantwoordelijk was voor een enorm UFO-onderzoek boven België in de jaren 80, 90. Ja, die man zei ook van niemand gelooft me, maar het was mijn opdracht om dat te doen. En ik word nog steeds regelmatig gevraagd om naar het Pentagon te komen, om dat te komen uitleggen aan militairen in Amerika. Dit bestaat gewoon, maar die man wordt niet serieus genomen. Ja, ik vind het nogal wat. Ik heb gesproken met de voormalig minister van Defensie van Canada. Die sprak op alle mogelijke podia. Hij was trouwens ingenieur, lucht- en ruimtevaart. Hij was piloot. Als je in Canada minister van Defensie bent, dan ben je NATO-verband. Dus je ontmoet collega's, je weet een hoop meer dan ik. Die heeft overal verteld van, ja jongens, we hebben al contact met meer dan 80 buitenaardse soorten. Ja, ik wou het zeggen, want ik heb het fragment ook gezien. Er was een speciale persconferentie. Stephen Greer was er volgens mij ook bij.
En dat is even jaren terug. En daar hebben ze gewoon gezegd, nou inderdaad, we hebben contact. En ja. Ja, zijn naam is Paul Hellier. Hij is onlangs overleden. Ik heb hem 2 keer ontmoet, persoonlijk, met hem gesproken. Ja, fantastische kerel. Maar die was woedend op de Amerikanen dat ze de zaak niet naar buiten brachten. En die heeft daar echt zijn levenswerk van gemaakt, tot op zeer hoge leeftijd. Hij is ver in de 90 geworden. Dus ja, jongens, als we als samenleving niet naar dit soort mensen met deze know-how en kennis en ervaring willen luisteren, dan hebben we als samenleving een enorm probleem. En die kijken dan, hè, de burger op straat, die kijkt dan naar de overheid, die kijkt naar de universiteit. En die houden allemaal hun mond. Maar roepen wel overal van ja, we hebben een probleem met het klimaat. Ja, we hebben een probleem met hoe we energie kunnen krijgen. Hè, voor... En dan denk ik, oh mijn gode lieve, wanneer gaan we ophouden met dit slechte theater waar we in zitten? Ja, maar wat Bob Lazar dus eigenlijk ook deed, was reverse engineering. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk die technologie onderzoekt die er in die schotel zit. Ja. En daar dus aspecten uitpakt die je kunt gebruiken voor dagelijkse toepassingen. Nou ja, dan zit ik, Koen, dan zit ik hier gewoon lekker met jou te kletsen. Maar ik heb hier wel zo'n dingetje in mijn hand. Ja. Daar zit ik de hele dag mee te spelen. Maar ik heb zelf dus sterker vermoeden van dan zal hier ook wel iets in zitten. Want dit is natuurlijk niet zomaar wat hier is. Ja, er is uit die UFO's buitengewoon veel materiaal gehaald en technologie. En die is letterlijk gegeven aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Moet je denken aan General Electric. Je moet denken aan uiteraard de wapenindustrie. Hè? Dus Raytheon en noem ze allemaal op. Letterlijk IBM, niet te vergeten, computertechnologie. Letterlijk uitgerold vanuit de UFO's. Van jongens, zo werkt het. Gaan jullie dat maar in de markt zetten en claim maar dat je dat bedacht hebt. Dan praat je over lasertechnologie, je praat over de integrated circuit, dus computertechnologie. Je praat over allerlei zaken, ook anti-zwaartekracht, wordt niet gedeeld, maar wordt wel gebruikt in het Amerikaanse leger. Overigens, ik praat vaak over Amerika, omdat ik natuurlijk de taal versta. Maar in Rusland en China zul je ook dit soort zaken tegenkomen, alleen die zijn in het Westen veel minder bekend. We weten van de Russen dat ze ook nogal wat vliegende schotels hebben aangetroffen in dat enorme land. En daar hebben ze ook het een en ander mee gedaan. Dus ja, wij gebruiken dagelijks al buitenaardse technologie. Ja. Ja. Dan gaan we even een stapje maken naar de ontzettend vele klokkenluiders die de afgelopen jaren geweest zijn. Die verteld hebben over contact met buitenaardse. Denk aan Martijn van Staveren bijvoorbeeld. Corey Good, Simon Parks, om er zo even een paar te noemen. Is die connectie met buitenaardse eigenlijk wel weg te denken uit het UFO-fenomeen? Ik ben daar heel voorzichtig mee, omdat ik ook wel naar die mensen geluisterd heb in het verleden, maar die durven ook de raarste dingen te beweren, waarvan ik denk, nou, met alles wat ik weet, klopt dat niet. Dus dat is ook de reden waarom ik altijd terugkeer naar in ieder geval de officiële bronnen, om in ieder geval te weten hoe er officieel over gedacht moet worden. En de bronnen van klokkenluiders, zoals je zei, want de channelaars vind ik geen klokkenluiders over het algemeen. Als ze echt informatie hebben en dat delen, is dat anders. Maar dat verifieer ik dan weer bij die getrainde waarnemers, piloten, lucht- en ruimtevaartmensen in het algemeen, verkeersleiders, astronauten, militairen. Zo kom ik aan mijn verhaal, hè, wat niet wil zeggen dat ik niet opensta voor andere zaken. Maar er wordt heel veel disinformatie naar buiten gebracht. Waarbij het allemaal rozengeur en maneschijn is. Of waarin we praten over allerlei ontvoeringssituaties enzovoort. Wat ook plaatsvindt overigens. Hè, dus ik wil dat niet bagatelliseren. Dat is absoluut gebeurd. Maar ik wil het heel graag ook niet in het angstscenario trekken. Hè. Mensen moeten niet bang zijn van buitenaardsen. We zijn door Hollywood en door de filmindustrie, die overigens letterlijk in de jaren 50, Walt Disney, gevraagd is door het Amerikaanse leger van, joh, we hebben een probleem. We hebben zoveel mensen die op dit moment UFO's zien. We kunnen die niet meer onder de pet houden. Als jullie daar nou eens leuke films over gaan maken, dan kunnen jullie altijd zeggen van, joh, ja, je fantasie is op hol geslagen. Hè, je hebt het gezien in de film of op televisie. Daar komen ze al heel erg lang mee weg, dat het zo werkt. Maar ook in die Hollywoodfilms en Netflix, noem maar op. Het is een heel populair onderwerp, hè? Ruimtereizen, buitenaardse. Daar zitten heel veel waarheden in, vermengd met disinformatie, om ons letterlijk mind control te houden, onder de pet te houden, uit onze kracht te halen. Dus op die manier kijk ik ernaar. Oké, maar wat is dan volgens jou de desinformatie? Iets wat je veel terugziet? Met name het negatieve aspect is heel veel desinformatie. Omdat ik goede aanleiding heb om te denken dat wat er op dit moment gebeurt,
vanuit de buitenaardse groeperingen, wezens, beschavingen, bedoeld is om ons te helpen. Kijk naar onze planeet, we maken alles kapot, letterlijk alles. De regenwouden, de zeeën, de oceanen, de lucht met straling, vervuiling, chemicaliën, noem maar op. Wij maken alles kapot en dat is niet nodig. En omdat er ook, er is nou pas een aardbeving geweest in Turkije. Het eerste wat landen eromheen doen in de wereld is zeggen van, goh, kunnen we jullie helpen? Want we hebben technologie, we hebben tenten, we hebben medicijnen, we hebben dit en dat, alles. We kunnen jullie helpen. Dan moet Turkije natuurlijk wel zeggen van, nou, daar staan wij voor open, dat hebben we graag. Dus er is een soevereiniteit van zo'n land. En dat geldt ook voor planeten. Als je letterlijk uit zou zoomen, je kijkt naar onze planeet en je ziet dat we met elkaar oorlogen voeren, alles kapot maken, armoede, ellende, ziekte, dan zou je kunnen concluderen, joh, die hebben het niet op orde. We kunnen ze helpen, want we hebben technologie om dat te doen. Maar op de een of andere manier is er een soort leiderschap in deze wereld, of dat vinden ze zelf in ieder geval, die zeggen van nee hoor, we willen niks met jullie te maken hebben. Het is onze planeet, dat is onze mensheid en wij doen met deze groep mensen wat we willen. Nou, op een gegeven moment zit daar ook een spirituele component aan, en daar praat ik in mijn boek ook wel over, die zeer belangrijk is, want die spiritualiteit is letterlijk, je mag het ook ethiek noemen en moreel, er is letterlijk een component die de zaak overstijgt, het materiële, het energetische overstijgt naar het spirituele. En dan praat je over waarom zijn we hier, waarom zijn zij er, hoe zit de kosmos in elkaar, bestaat God? Nou, al dit soort zaken hebben hiermee te maken met van hoe ga je met elkaar om eigenlijk? Waarom zijn we hier feitelijk? Is er een doel achter de schepping? Nou, en binnen die frequentie zitten de positieve buitenaardsen om ons te helpen letterlijk om die stap te maken naar een nieuwe evolutie van de mensheid. Dat zit er aan te komen. We kunnen ook niet anders, hè? Of we gaan ten onder. Atlantis is letterlijk gebeurd. Dat is toen een heel hoogwaardige beschaving geweest, die ten onder is gegaan aan zijn eigen technologie, die niet gedragen werd door een spiritueel bewustzijn. Met andere woorden, we doen maar wat, we maken alles kapot, we maken technologie die we niet meer in de hand kunnen houden. Denk aan atoomwapens in ons geval, hè. Dat is een technologie die we letterlijk niet in de hand kunnen houden als het fout gaat. Nou, dat betekent dat je niet voldoende ontwikkeld bent spiritueel. Nou, dat is ook de grote relatie in de kosmos met onze directe buren. Alles staat met elkaar in contact. Met andere woorden, wat hier fout gaat op deze planeet, heeft repercussies in de kosmos. En ja, ik denk dat er letterlijk wordt ingegrepen op dit moment van, dat mogen jullie niet doen. Hè, want daar hebben wij last van en dan mogen wij ook letterlijk ingrijpen. Nou, dat is een heel groot verhaal, maar iedereen die in dit dossier duikt, die zal hiermee in contact komen. En terugkomen op jouw vraag. Wat is de disinformatie? De disinformatie heeft letterlijk te maken met het ontkennen van die spirituele dimensie. De mensheid wordt in de materie geduwd, letterlijk, van wij zijn stoffelijke wezens. Geest is allemaal onzin, dat is allemaal elektrochemische reacties in je brein. En die hebben geen betekenis. Nee, materie, 3D, is letterlijk het voertuig van een spiritueel wezen. En als je dus naar de technologie kijkt van bepaalde voertuigen, van bepaalde beschavingen die ons bezoeken, dan zie je ook dat ze zich letterlijk ineens kunnen manifesteren. Ze zijn er ineens, alsof ze uit het niks komen. Nou, wij snappen dat niet, 3D-wezens met beperkte technologie. Maar hun technologie is vooral spiritueel ook. En die stelt hun in staat om via andere dimensies ook letterlijk zich fysiek te manifesteren. Of te demanifesteren. Dus er zitten hier zoveel aspecten aan die je mee moet nemen, wil je dit überhaupt nog een keer kunnen begrijpen en ook weten hoe je belazerd wordt met bepaalde informatie. Ja, ja, weet je, wat ik al zei in het begin, het is zo'n groot onderwerp. En kijk, omdat het ook gelijk een spiritualiteit raakt, hè, merk ik ook dat heel veel mensen die daar niet zo bekend mee zijn, dat daar gelijk een weerstand ontstaat. Ja, en ik snap dat, hè. Dus ik ken ook genoeg mensen die niks met spiritualiteit hebben. Maar dat is toch wel een volgende fase in de evolutie, zou je kunnen zeggen. Dat is even mijn persoonlijke mening. Maar dat is dus wel heel spannend, want je ziet wel die polariteit in de samenleving. Dus mensen die daar wel iets mee hebben, mensen die er niets mee hebben. Ja, dat wordt wel een cruciaal punt. We bewegen ons echt naar een bepaald punt toe, denk ik, waarin het heel even spannend wordt wat er gaat gebeuren. Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Iedereen voelt dat ook, hè? Met alles wat er op de planeet gebeurt. De globalisatie, hè, wat er in een land ver weg gebeurt, heeft onmiddellijk invloed op je eigen persoonlijke leven.
die hele COVID-hoax waar we nu achter zijn gekomen, dat het allemaal onzin was. Maar overigens, even een klein zijstapje. Als ik praat over spiritualiteit, praat ik bewust niet over georganiseerde religies, waar heel veel mis mee is, wat ook allemaal naar buiten aan het komen is, omdat het een andere manier is om het volk dom te houden, in de tang te houden, uit te zuigen letterlijk, financieel meestal. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de diepere spiritualiteit van de kosmos. De goddelijke schepping waar we in zitten en waar we onderdeel van zijn. En waar we onlosmakelijk onderdeel van zijn. Je kunt daar niet uitstappen, je kunt het niet negeren. Maar je hebt gelijk, we leven in een tijd waarin alle ellende naar buiten komt. Dat moet ook, hè? Het is een kankergezwel wat letterlijk naar buiten moet komen. Dat moet bekend worden. Mensen moeten het zien en dat gebeurt massaal nu. Dat is ook de reden waarom massaal mensen wakker aan het beginnen te worden. En dat ook ze de misinformatie, disinformatie en de leugens gaan herkennen. En zeggen van luister, dat klopt niet wat jij daar zegt of wat jij doet. Dat is onjuist. Dat wil ik niet meer. Wat denk jij van die fake alien invasie? Gaan we die echt zien dit jaar of volgend jaar? Nou, het staat op uitbarsten. Ik denk dat die ballonnenkwestie in Amerika nogmaals theater. Maar wel belanghebbende dient. Hè? Dus iemand wil dit, iemand doet dit, iemand brengt dit in de media, iemand heeft het erover. Militairen spreken zich erover uit. Het is theater, maar voor wie en voor wat? Hè? Nogmaals, ik hoop dat het uiteindelijk niet doorgaat, hè? Dat de mensheid voldoende snel wakker wordt. Als je het negatief beschouwt, dan zou het kunnen lukken, hè? Zou je kunnen zeggen, die negatieve buitenaardse nep-invasie om ons onder één wereldregering te brengen. Er zijn genoeg mensen nog steeds toe in staat om dat heel hard te roepen van, oh, help ons, want we worden aangevallen. Ik hoop dat intussen tijd meer en meer mensen wakker zijn geworden op allerlei gebieden. Dat hoeft niet alleen op het gebied van UFO's buitenaards te zijn, maar ook op het gebied van medicijnen, wat de farmaceuten allemaal doen, wat de banken hebben gedaan, wat de regeringen doen. Dat ze ook dit gaan doorzien. En dat is goed om in podcasts over te spreken, mensen boeken lezen, mensen met elkaar erover hebben, zodat ze dit gaan herkennen op het moment dat het gebeurt. En als je het herkent, dan hoef je ook niet bang te zijn. Angst is een hele slechte raadgever en wees dus absoluut niet bang. Ook niet voor buitenaardse. En zeker niet voor de nep-invasie. Maar lach ze letterlijk gewoon uit. Lach je regering uit. Lach je universiteit uit. Van jongens, jullie hebben goed werk gedaan in het verleden, maar jullie dienen ons nu niet meer. Ga alsjeblieft weg. Koen, ik zie ook dat jij een boek hebt uitgebracht, een nieuw boek, Tegengeluid. Waarin jij je ervaringen vertelt met de TU Delft natuurlijk, waar je gewerkt hebt jarenlang. Kun je ons even vertellen wat je daarin geschreven hebt? Ja, as we speak komt dat boek op dit moment uit. En Tegengeluid is letterlijk bedoeld om mijn verhaal te vertellen in het kleine. Dus wat heb ik persoonlijk meegemaakt in Delft? Ik ben daar natuurlijk ontslagen op een hele onaangename manier en op een onterechte manier. Er zijn mij dingen verweten die gewoon absoluut niet kloppen. Maar we zien dat op dit moment heel veel in de wereld. Hè. Je praat over een docent op de Universiteit van Amsterdam die ontslagen misschien gaat worden, omdat hij bepaalde meningen heeft. Een docent, een hoogleraar in Gent, die zijn boek niet meer in het college mag gebruiken. Je ziet het wereldwijd dat mensen op universiteiten gewoon de waarheid niet meer mogen spreken. Dat er geen debat is, geen dialoog, geen uitwisseling van ideeën, maar alleen maar een bepaald narratief verteld mag worden. Nou, ik doe dat dus in het klein voor mij persoonlijk, maar ik trek het ook naar het grotere aspect, dat er op dit moment in Delft sowieso, maar in Technische Universiteit in het algemeen, technologie wordt uitgerold die niet goed is voor de mensheid. Die bedoeld is om de mensheid te onderdrukken, zijn soevereiniteit af te pakken, hem letterlijk aanstuurbaar te maken. En dat vertellen ze ook gewoon. Hè? Ik bedoel, het is niks nieuws wat ik zeg. Alleen, ik breng het dan heel dichtbij, binnen mijn eigen ervaringen, om te vertellen dat universiteiten een gevaar zijn geworden voor de samenleving. Dus daar is eigenlijk waar het boek over gaat op dit moment. Ja, een gevaar voor de samenleving is heel alarmerend. Maar is dat dan zo erg, Koen? Ja. Ik bedoel, een gevaar, dat is toch wel extreem. Ja, dit is heel extreem. Ik heb heel bewust voor die terminologie gekozen. Omdat ik zie dat het gebeurt. Mensen hebben het niet in de gaten. Het gaat gluipigerwijs, zou je kunnen zeggen. Het wordt erin gefietst. Niemand durft zijn mond open te doen. Ik krijg tegenwoordig dagelijks mails van oud-collega's die heel blij zijn met wat ik doe, dat ik me uitspreek, en die vergelijkbare ervaringen hebben, maar daar over het algemeen niet over durven te spreken, omdat ze weten, dan ga je eruit.
De meeste mensen kunnen zich dat helemaal niet permitteren of durven dat niet. Maar nee, dit is letterlijk, het is een gevaar geworden voor de samenleving, omdat in het geval van de technologie waar ik hier over praat, praat je over robotisering. Je praat over nanotechnologie, denk aan de mRNA-technologie. En je praat over artificial intelligence, waar zelfs de grootste entrepreneurs van deze wereld, denk aan Elon Musk en Bill Gates, van gezegd hebben, dit is een gevaar voor de mensheid. Nou, dat wordt in Delft massaal uitgerold op dit moment. En niet alleen in Delft, maar in talloze universiteiten. En dat heeft straks een onomkeerbaar effect in onze samenleving, maar letterlijk in ons lijf. En dat mag niet gebeuren, dat moet stoppen. Dat is een foute boel, dat heeft overigens ook met buitenaardse te maken, op een dieper niveau. Dus ik waarschuw heel bewust en heel duidelijk voor deze problematiek. En nu is het al een aantal jaren geleden, Koen, hè? Maar raakt het jou nog steeds als jij hier over spreekt of als je hier aan terugdenkt? Wat mij raakt, Niels, is heel eenvoudig eigenlijk. Ik kan slecht tegen onrecht. Er wordt onrecht gedaan tegen de planetaire samenleving, de mensheid. Maar als ik alleen al denk aan die 20.000, 30.000 studenten die alleen al in Delft iedere dag gewoon les krijgen, de verkeerde dingen aanleren, ik wil niet zeggen dat alles verkeerd is, maar ten diepste zijn er een aantal hele grote systeemfouten. Die mensen die staan te popelen om de maatschappij in te gaan. Die willen ongetwijfeld het beste voor de mensheid met nieuwe technologie die dienstbaar is aan het geheel. Die worden verkeerd geïnformeerd. En dat raakt mij. Dat is de reden waarom ik mijn mond open doe. Want ik zou net zo makkelijk heel andere dingen kunnen gaan doen. Maar dat heb ik ook als studium generalist, hoofdstudium generale, waarbij ik buitengewoon veel wetenschappen heb mogen programmeren in lezingen en workshops. Met politici heb gesproken, met journalisten. Nou, noem maar op. Ik heb dat gedaan vanuit een passie om er een betere wereld van te maken, om er een betere universiteit van te maken, om te convergeren naar een situatie in de wereld waarin we de juiste technologie met de juiste motivatie uitrollen. Maar ik zie het tegenovergestelde. En ik heb dat bij werken dus niet voldoende kunnen doen. Ik heb denk ik een aantal hele goede onderwerpen aangekaart in Delft. Maar dat was misschien ook wel de reden dat ze mij er op valse voorwenselen uit hebben gegooid. Maar ik zie nu, 6 jaar later is het inmiddels, ik zie nu dat het nog sneller en nog meer wordt uitgerold. En nogmaals, we hebben het er straks over gehad. We zitten in een punt van onze planetaire evolutie als mensheid, waarin we keuzes moeten gaan maken die bepalend gaan worden voor het uitkomst daarvan. En als we doorgaan op de weg van de TU Delft, dan gaan we de totaal verkeerde richting uit. En ik vind het mijn plicht ook als gepromoveerd ingenieur om daarvoor te waarschuwen, zolang ik dat kan doen. Met argumenten, dus je mag het niet mee eens zijn, je mag erop schieten, je mag zeggen, nou, dit of dat, maar dit moet besproken worden. En ik ben niet alleen, hè. Dit wordt overal verteld in de hele wereld, ik doe dat dan toevallig in Nederland, maar dit verhaal moet verteld worden. En de burger, de belastingbetaler, moet daarvan in kennis gesteld worden. Die moet zich daarin verdiepen, want het wordt over zijn hoofden uitgerold. En nogmaals, er staan generaties jonge mensen klaar om onze wereld te dienen, of om mee te werken aan onze eigen ondergang. Het wordt een hele spannende tijd, Koen. En ik vond het heel fijn dat ik je even in de uitzending mocht hebben vandaag. Want een heel belangrijk onderwerp wat volgens mij veel te weinig aandacht krijgt. Zeker. Koen, dank voor je tijd. En we spreken je graag een volgende keer weer. Graag gedaan, Niels. Succes.